We naar het eerste deel, de eerste termijn. En alvorens te beginnen met die eerste termijn, hebben raadsleden rapporteurs van de methode Duisenberg aangegeven een tweetal moties in te willen dienen. En het gaat over twee moties en ik kijk even wie van u het woord hierover gaat voeren. De heer Achterberg, ja, we gaan eerst naar de heer Achterberg. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het zijn twee moties. Collega Sman van D66 zal de andere motie toelichten. De motie is apolitiek. Het gaat vooral over het proces met betrekking tot de Duisenberg-methode. En de motie meer grip op de resultatenmethode Duisenberg wil vooral zorgen dat het proces soepeler verloopt. Kort gezegd betekent dat dat wij een vraag- en antwoordmogelijkheid willen hebben met betrokken ambtenaren. Dat is ook specifiek het verzoek aan het college, met het doel vooral tijdswinst, zowel voor de ambtenaren als voor de raadsleden, omdat dat het gewoon makkelijker maakt om achter informatie te komen. Voor de rest, het ontkoppelen van de discussie over de resultaat van Duisenberg en de inhoudelijke politieke discussie te scheiden, dat liep nu wel door elkaar. En de aanbevelingen die eerder zijn gedaan te publiceren op de pagina van de gemeente, waar dus nu ook amendementen en moties dergelijke staan. Dank u wel. U vindt de motie onder M1 in IBAPS. En ik ga naar mevrouw Smant, want u wilde ook namens de rapporteurs een motie indienen. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat gaat inderdaad over de tweede motie, waar alle aanbevelingen van de rapporteurs op een rij zijn gezet voor de raad en voor het college. Nee. Ja. En vooral omdat er vrij weinig tijd was om die aanbevelingen door te nemen, hebben wij gemeend dat het goed was om ze in deze motie nogmaals op een lijst te zetten, zodat het voor iedereen duidelijk is wat deze concreet inhouden. Dank u wel. Dank u wel. En uw motie is M10, staat als zodanig straks in de stukken. MO10, want MO01 hebben we net gedaan. We gaan het zo. Goed, dan gaan we over naar de bijdrage van de verschillende partijen. Als eerste wil ik graag uitnodigen de fractie van GroenLinks. En ik wil u één ding vragen. We hebben zojuist, omdat dit boven alle partijen ging, de rapporteurs, hebben die vanuit hun plek gesproken. Maar ik wil u allemaal uitnodigen om toch de nodige beweging te nemen vandaag. En het vanaf katheder en interruptie vanaf de interruptiemicrofoons. En die hebben we drie, dus u kunt vooruit. Ja, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eerst een persoonlijke noot. Ja? Eerst een persoonlijke noot. Ik vind het heel bijzonder dat ik mijn medespeech mag houden tijdens zo'n belangrijk moment in het politieke jaar. En wat mij betreft zijn de algemene beschouwingen het moment om met elkaar in debat te gaan. Dus ik nodig de andere raadsleden dan ook uit om de mores over interruptie tijdens deze medespeech even te laten voor wat ze zijn. Voorzitter en andere aanwezigen, graag blikt GroenLinks even kort terug op het afgelopen jaar. Waar vorig jaar nog tijdens dit moment werd gejubeld dat alles nu echt weer open kon na ruim een jaar corona, kwamen we in het najaar van 2021 van een koude kermis thuis. De lockdownperiodes en verschillende coronavarianten staken weer de kop op en gaven ons opnieuw een knauw aan onze mentale en maatschappelijke gezondheid. Inmiddels is het juli 22, of eigenlijk juni 22, en lijkt nu definitief alles bij het oude. De culturele sector, sporten in groepsverband en terrasjes pakken, het kan en mag weer. Anderhalve meter afstand lijkt snel vergeten. En ook binnen de gemeente zelf is financieel de wind weer gedraaid. Waar we vorig jaar leken af te steven op een astronomisch tekort op onze meerjarenbegroting, bleek afgelopen weken, geheel naar verwachting van GroenLinks vorig jaar, ineens een positief resultaat van 7 miljoen op de jaarrekening te staan. Het positieve resultaat werd meteen weer bijgeschreven op een ruimtelijk fonds, zonder daarbij de voorjaarsnoten af te wachten. Alles lijkt dus weer bij het oude in Haarlemmermeer. Of is er toch iets veranderd, nu, na corona? Wij denken van wel. Voorzitter, corona heeft laten zien hoe kwetsbaar we zijn als maatschappij. En deze gemeente in het bijzonder.
Het heeft ons doen beseffen hoe cruciaal de zorg, het onderwijs en de dienstverleners zijn en dat we meer voor hen zouden moeten doen dan te klappen. Corona heeft ons nog meer doen beseffen hoe belangrijk het is om een eigen woning te hebben, te bewegen, groen om je heen te hebben en mensen te ontmoeten. En dat die mogelijkheden en kansen op die voorzieningen oneerlijk verdeeld zijn in onze huidige maatschappij. Het heeft ons nog scherper doen beseffen dat we allemaal in datzelfde bootje dobberen op Haarlemmermeer en alleen samen die polder droog kunnen blijven polderen. Het frustreert ons dus, voorzitter, dat de nieuwe coalitie zo weinig lessen lijkt te trekken uit de crisis. Willen we namelijk klaar zijn voor de toekomstige crisis, meervoud, dan kunnen we ons niet met een zesje meer afmaken, maar dienen we systematische veranderingen door te voeren. De voorjaarsnota mag dan beleidsarm zijn, het coalitieakkoord is dat natuurlijk allerminst wat we hebben ontvangen. En we moeten toch concluderen dat dit nieuwe akkoord veel van hetzelfde is. En wat GroenLinks betreft de genoemde vernieuwingen die erin staan nog niet vernieuwend genoeg zijn. Waar is de visie? Waar is de middellange en langetermijn? We willen dus graag als GroenLinks een aantal suggesties doen om als raad de goede gesprekken te blijven voeren over die visie en er echt een uitwerking van te zien. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Een klein voorbeeld. We zien aan de kredietverstrekkingen voor 2022 dat het college extra middelen aanvraagt voor de afgelopen februaristormen. Maar inmiddels word je niet meer als klimaatgekkie weggezet als je voorspelt dat ook in 23, 24 en 25 weer zulke stormen zullen dreigen. Daarom was GroenLinks ook erg blij met het klimaatfonds dat bij het coalitieakkoord werd genoemd. Maar teleurgesteld dat de coalitie deze zelf niet vult. Dit geldt ook voor het bomenbeleid, waar we via een motie opnieuw aandacht voor vragen vanavond. Als er nog iets is dat de crisis ons pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat het risico van de luchthaven als grootste werkgever in je gemeente hebben. Hoe lang is het nog houdbaar dat onze lokale economie hier zo afhankelijk van is? Of het nu corona is, stikstof of de gehele klimaatcrisis, duidelijk is dat de krimp van Schiphol niet alleen wenselijk is, maar noodzakelijk wordt. Zullen we binnenkort eens van gedachten wisselen over wat dat voor onze gemeente gaat betekenen? We dienen vanavond in ieder geval vast een SAR in over ultrafijnstof en een motie om in het licht van de landelijke ontwikkelingen nog eens aandacht te vragen voor vermindering van vliegen via de spijkerboorroute. Die behoefte aan visie geldt ook voor energiearmoede. Wat goed dat onze gemeente zich inzet via de energiebank en inwoners nu ondersteunt bij een te hoge gasrekening. Maar laten we geen kansen liggen. We zouden ook juist vooruit moeten kijken en inwoners moeten helpen om definitief van het gas af te gaan. Deze visievorming blijft wellicht liggen door personeelstekorten in eigen organisatie. Ook daar gaan we dus graag over in gesprek de aankomende tijd. Want juist in tijden van crisis moet een overheid investeren in de samenleving. Dat is de visie van GroenLinks. Dat kan ook meteen helpen bij nog een andere crisis, die van het vertrouwen in de politiek. Minder dan de helft van onze inwoners heeft gestemd tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Waarom zou de inwoner ook vertrouwen hebben als een grote multinational KLM eerder wordt geholpen dan de kleine ondernemer? Of als maar 50% van de woningen als betaalbaar wordt opgeleverd? Als keer op keer uit de verhalen van wijze van inspraak blijkt dat een inwoner zich wel gehoord wordt, maar niet echt mag meebeslissen. We zien de brede wens binnen de Raad om dit anders in te richten de afgelopen jaren. Burgerberaad en nieuwe blikken om te kijken naar welvaart kunnen juist in ingewikkelde kwesties de oplossing zijn, voorzitter. We gaan hier dan ook graag de aankomende tijd met de Raad over in gesprek en dienen hier twee moties voor in. Het lage vertrouwen in de politiek ligt deels ook aan de slechte controleerbaarheid van de macht. Recent hadden we het er al over en ook bij de presentatie van de onderzoekers van de methode Duisenberg werd het pijnlijk duidelijk. Deze raad kan voor zijn controlerende taak maar weinig smart geformuleerde zaken terugvinden. Laat staan dat dit integraal in samenhang met de verschillende domeinen wordt gezien. We stemmen dan ook voor de motie van de rapporteurs vanavond om de genoemde aanbevelingen over te nemen als raad en op te dragen ter uitvoering aan het college. Voorzitter, ik rond af door nog voor één punt aandacht te vragen in het bijzonder. Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt voor elke net genoemde crisis, maar al helemaal in het sociaal domein. Er hangt nog steeds een grote bezuiniging boven onze maatschappelijke voorzieningen. De bestuursvoorzitter van Meerwaarde gaf al aan, snijden in preventie gaat alleen maar leiden tot nog meer druk op de jeugdzorg en de WMO. We verwijzen vandaag graag terug naar vorig jaar, toen een motie is aangenomen dat de sociaal domeinbezuiniging als eerste zou worden teruggedraaid bij betere cijfers. Volgens GroenLinks zijn die betere cijfers nu te zien in de meicirculaire. En we zijn dan ook heel erg blij met de motie die de ChristenUnie heeft ingediend en worden graag mede-indiener daarvan. We dienen onze maatschappelijke organisaties nu weer vertrouwen te geven in hun voortbestaan. Om nu alvast bij wijze van goodwill aan alle aanbieders dienen wij dus ook een motie in voor de spelotheek. Maar ik ga straks graag met mijn collega's in debat hoe we de landing van deze bezuiniging dus niet kunnen verzachten, maar kunnen terugdraaien met de middelen die we nu hebben. Voorzitter, bedankt en tot zover.
Nou, gefeliciteerd met uw medespeech. Ik heb nog wel een vraag, want ik heb u horen indienen. Motie 7, 8 en 9 en amendement 3. Dat betekent dat u de andere amendementen niet indient. Dat is wel de bedoeling, voorzitter. Ja, dus ik ga het nog even vragen, maar voor de zekerheid. Dank u wel. Amendement 1, 2 en 4. Die dienen we dient ook u hier nu mee in? Ja, die heb ik kort benoemd, maar niet als motie benoemd. Inderdaad. Dank u wel. Excuses, voorzitter. Geen punt. Dan worden die onderdeel van de beraadslaag. Dan ga ik nu naar de VVD. Ja. Mevrouw Verstraeten. Dank u wel, voorzitter. De algemene beschouwingen vraagt om zowel een terugblik als een vooruitblik. En ik begin met de terugblik. Vorige periode zijn we begonnen aan het krachtig bouwen van een nieuwe gemeente. In 2019 waren wij een nieuwe gemeente en daar hebben we een krachtig fundament voor gebouwd. En dat fundament is gebouwd op een oud-Hollands principe. Aan de ene kant zuinig zijn, goed nadenken over hoe we de euro's uitgeven, om ruimte te houden, om te investeren en om te innoveren. We kregen er ook nog een uitdaging bij. En dat was een financiële uitdaging. En met name op het gebied van het sociaal domein, van de zorg. Want ook die uitdaging deed zich voor dat we om iedereen die zorg nodig heeft, ook kwalitatief goede zorg te kunnen geven, dat we die financiën, dat we daar goed grip op konden blijven houden. Nou, u kunt zien in deze voorjaarsnota dat het is gelukt om dat stabiele fundament te bouwen. En met dit nieuwe college gaan we dan ook verder om toekomstbestendig te groeien. Want groeien gaan we ook doen. Ondertussen, het werd net ook al aangegeven, hebben we er een aantal uitdagingen bij gekregen. De coronapandemie is nog. We hebben nog te maken met de gevolgen daarvan. We hebben een stroomtekort, stikstof, een oorlog in Oekraïne. Een tekort aan energie en grondstoffen en een ambtelijke organisatie hier die onder druk staat. Krapte op de arbeidsmarkt en hoge inflatie. Nou, ik denk dat de gemiddelde persoon misschien al de moed in de schoenen zakt bij deze opsomming van uitdagingen. Maar de VVD betreft gaat hij graag aan om wat goed is nog beter te maken in deze gemeente. En dat gaan we samen doen met HAP, D66 en CDA. We hebben daarbij keuzes gemaakt voor een toekomstbestendige groei. En we zullen daarbij moedige keuzes maken, moeten maken. Want niet alles kan. Die keuzes hebben we op hoofdlijnen in het coalitieakkoord opgenomen. En die zullen we de komende 4 jaar in detail verder gaan uitwerken. We willen met elkaar een proces bereiken waarin we beleid gaan maken. Dat gaan we uitvoeren. We gaan het evalueren en eventueel bijsturen. Vorige periode hebben we er ook al een aanzet toe gemaakt om dat als raad beter te kunnen controleren. Want dat wordt van ons gevraagd. We hebben daarvoor een proces gestart waarmee de informatiewaarde om die controlerende taak uit te kunnen voeren wordt verbeterd. Nou, we zijn ook deze periode weer gestart en er zijn heel veel raadsleden gelukkig enthousiast mee begonnen, maar ik wil ook hier nog weer een beroep doen op het college. Dat heb ik vorige keer bij de bespreking van de jaarstukken ook gedaan. Het college speelt natuurlijk een cruciale rol in het vertalen van de informatie vanuit de ambtelijke organisatie naar ons toe. En om te zorgen dat we het hele proces van informatieversterking niet onnodig ingewikkeld, complex en kostbaar gaan maken, denk ik dat het heel belangrijk is dat die rol ook opgepakt wordt. Gelukkig zijn het allemaal voormalig raadsleden, dus ik ga er helemaal vanuit dat zij zich heel goed kunnen verplaatsen in wat raadsleden nodig hebben om goed te kunnen zien of beleid doelmatig is ingezet en om eventueel te kunnen bijsturen. En ik zou graag deze gelegenheid ook willen pakken om een reactie van het college daarop te krijgen. Dan zien we in het NPI gelukkig, omdat we dat solide financiële beleid hebben, dat er ook nog mogelijkheid is om te investeren. Er vallen keuzes te maken de komende periode. We gaan in ieder geval ook de kwaliteit van het groen verbeteren. We gaan extra fietspaden aanleggen. We gaan investeren in hoogwaardig openbaar vervoer. We gaan meer woningen bouwen.
extra sportaccommodaties en zelfs een museum gaan we uitbreiden en onderwijshuisvesting. En last but not least, we gaan ook investeren in een gezellig en bruisend centrum in Hoofddorp, Badhoevedorp en Nieuw-Vennep. Toch wil de VVD ook vandaag wel extra aandacht vragen voor één onderwerp, want dat missen we in het NPI. En dat is de inzet en het investeren op de bouw van extra flexibele woningen. Het aantal wat tot nu toe gerealiseerd gaat worden is waarschijnlijk niet voldoende om de statushouders die geplaatst moeten worden te huisvesten. En de VVD wil graag weten of het college de komende periode gaat inzetten op extra bouw van die flexibele woningen. We lazen namelijk ook bovendien in het Parool deze week dat Amsterdam niet wil inzetten op flexibele woningbouw voor statushouders. Maar dat zij wel verwachten een groot tekort aan woningen voor kwetsbare inwoners te hebben. De nieuwe wethouder mevrouw Pels gaf aan dat die dan mogelijk maar een sociale huurwoning in de gemeente Haarlemmermeer moeten krijgen. Nou, wat de Haarlemmermeerse VVD betreft gaan we hier natuurlijk niet de problemen oplossen van de slechte keuzes die in Amsterdam zijn gemaakt. Dus daar willen wij ook graag een reactie op van het college en daar zouden we in de tweede termijn ook met collega's over van gedachten willen wisselen. Verder willen we graag wat beter zicht op onderwijshuisvesting. We zien nu in het NPM bij de voorjaarsnota moeten wij akkoord geven aan een aantal investeringen waarvan wij de echte gedetailleerde afweging nog niet hebben kunnen maken. En dat is op zich niet heel erg, maar we zien ook dat we bij een IAP is het in principe de bedoeling dat je voor jaren vooraf weet wat je kwijt bent aan onderwijshuisvesting en dat het niet nodig is om noodlokalen en dergelijke te plaatsen. En dat zien we hier toch gebeuren. Dus voor ons is het wel belangrijk dat die aangekondigde actualisatie heel snel plaatsvindt. Want het gaat niet om een paar miljoen, het gaat om echt hele serieuze grote bedragen waar we zicht op willen houden. Dus we willen graag van het college weten wanneer komt die actualisatie naar ons toe en wanneer krijgen we daar meer ruimte voor. En dan tot slot. Het werd net al gezegd, als het moeilijk wordt of als er crisis is, heb je een sterke overheid nodig, een sterke gemeente. Maar een overheid kan niet alles. Ieder in onze gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen. Ieder in onze gemeente heeft de verantwoordelijkheid om naar elkaar om te kijken. De coronapandemie, maar ook de oorlog in Oekraïne en de daarbij behorende vluchtelingenstroom hebben laten zien dat in Haarlemmermeer heel veel inwoners wonen en heel veel ondernemers die verantwoordelijkheid ook nemen. Zonder hulp en enorme, vaak hartverwarmende inzet van onze lokale ondernemers hadden we nooit zo'n goede opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne kunnen verzorgen. De Haarlemmeerse VVD bedankt deze ondernemers en ziet ze als een groot voorbeeld hoe je samen met elkaar de uitdagingen waarvoor we staan aankunnen. En dat geeft wat ons betreft vertrouwen in toekomstbestendige groei. Dank u wel. Dan kijk ik naar degene die Fortsa gaat vertegenwoordigen. Dat is als woord voor de fractievoorzitter, de heer Vermeulen. Ja, voorzitter, voordat ik het vergeet wil ik eerst aangeven dat we graag samen met GroenLinks de bomenmotie indienen. Dan heb ik dat gehad. En ik wil eerst even van de gelegenheid gebruik maken om alle boeren in Nederland en die van Haarlemmermeer in het bijzonder een hart onder de riem te steken. De hele fractie van Fortsa staat achter jullie. We steunen de protesten en laten we net zo lang doorgaan tot de onzalige stikstofplannen van tafel zijn. Voorzitter. We gaan een beleidsarm jaar tegemoet. Wat dat betreft zet dit college de lijn van haar voortganger naadloos voort. En dat is jammer, voorzitter, want er moet zoveel gebeuren. Denk om het enorme tekort aan woonruimte voor onze eigen inwoners. U weet wel, die mensen die altijd achteraan in de rij staan. Zodra er asielzoekers gehuisvest moet worden, gaan alle remmen los en is niets onmogelijk. Inmiddels is duidelijk dat statushouders bijna zonder uitzondering eenlingen betreft. We moeten dit jaar nog even 227 statushouders aan even zoveel woningen helpen. Dat is ongeveer het aantal huurwoningen dat jaarlijks vrijkomt voor starters. En dat is onbestaanbaar, voorzitter. Hoe lang blijven we nog klakkeloos onze eigen bevolking achterstellen? Wanneer is genoeg ook echt genoeg?
Woningbouw is in Haarlemmermeer iets wat ons overkomt. Er wordt gebouwd ondanks en niet dankzij het college. Het college heeft plannen en wil bouwen in het stationskwartier, waar eerst bedrijfsonroerend goed moet worden aangekocht. Dat moet worden gesloopt alvorens daar met verlies woningen gebouwd kunnen worden. Dat verlies, dat we voor het mooie de onrendabele top noemen, moet worden opgebracht door de belastingbetaler in de vorm van een rijkssubsidie. Zo betalen onze eigen burgers niet alleen 30 jaar lang voor een dure hypotheek of een leven lang hoge huur, maar draaien ze ook nog eens op voor de huisvesting van honderdduizenden immigranten. De jubelton voor de eigen kinderen is afgeschaft, maar voor immigranten wordt die nou net ingevoerd. Van autonome groei is immers nauwelijks nog sprake. Terwijl het college het over woningen in 2040 heeft, kon Fortsam met de motie meer doen met dezelfde woonruimte. Volgens hypotheekverstrekker BLG Wonen, kunnen er door woningsplitsing landelijk 500.000 nieuwe woonruimte gecreëerd worden. Het splitsen van woningen wordt in steeds meer gemeenten geregeld. Haarlemmermeer blijft achter. Op de gemeentegrond, bij de nieuwe Bennebroekerweg, kunnen ook nog steeds die 1540 flexwoningen gebouwd worden. Die passen binnen de verordening zonder een cent subsidie. Misschien ook nog eens over nadenken. Waar fusies in de hele wereld bedoeld zijn om synergievoordelen op te leveren, ziet de gemeente Haarlemmermeer kans om een fusie binnen het cultuurgebouw een structurele extra kostenpost van 2 ton op te laten leveren. Een unieke prestatie waarvoor hulde. Het vorige college had weinig tot geen ambitie waar het cultuurgebouw betrof en lepelde jaarlijks 16,5 miljoen subsidie die kant op, zodat de directie al op 1 januari wist dat de faciliteiten de hele week door tijdens kantooruren dicht konden blijven. Inmiddels heeft het theater een voorbeeld genomen aan het Flint Theater in Amersfoort. Er kunnen zakelijke bijeenkomsten, congressen en symposia worden georganiseerd. We zijn blij dat onze adviezen zijn opgevolgd. Toch vragen we ons af waarom Mark Rutte op het landelijke VVD-congres wel voor een half lege zaal in de oude suikerfabriek in Halfweg ging zitten en hij niet op het podium van de Meerse zat. Wellicht dat er meer nodig is om de zalen te vullen dan alleen een aanpassing aan de website. Maar het begin is er. Jarenlang hanteerde de gemeente een te hoge indexering. Nu de werkelijke inflatie voor het eerst hoger ligt dan de... Nu de werkelijke inflatie voor het eerst hoger ligt, wordt het als een probleem benoemd. Misschien toch een idee om anders te indexeren. Dan kom ik bij de volgende motie. Het weghalen van grof vuil bij de brengparkjes kost €285.000 extra. Behalve dat het dumpen van vuilnis een van de grootste ergernissen bij onze inwoners is, kan dat geld misschien ook beter besteed worden. Fortsa zou graag zien dat we maandelijks een grof vuilronde doen om dumping tegen te gaan. Vandaar onze motie grof vuil. Fortsa heeft, even voor de goede orde, nooit geloofd dat de inkomsten uit de toeristenbelasting snel op peil zouden komen. Als dit al ooit gebeurt. En met de betaling van €220.000 aan fluor hebben we de eerste overschrijding van de kosten voor het nieuwe gemeentehuis alweer te pakken. Daar kunnen we 12 jaar de speelotheek van openhouden, om maar wat te noemen. Ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland heeft geen hondenbelasting meer, maar Haarlemmermeer blijft de belasting opleggen. Een oneerlijke aderlating voor mensen die een hond als huisdier hebben. Kom niet aan met het tegenargument over de uitlaatveldjes. Voor de aanleg van ruiterpaden wordt de paardenliefhebber toch ook niet apart aangeslagen met paardenbelasting. Hondenbelasting wordt gewoon gebruikt om de algemene middelen te spekken. Laten we unaniem onze motie hotdog 6 aannemen. We hebben tenslotte de financiële ruimte. En tenslotte kondig ik ook nog onze motie straatnamen aan die we hierbij inbrengen ter stemming. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik ga even kijken, want ik heb van uw motie grof vuil, de motie hotdog, de motie meer doen met dezelfde woonruimte en geef onze geschiedenis een prominente plaats gehoord. Hè? Dank u wel. Ik heb alleen één slechte boodschap. We hebben afgesproken in het presidium en bij de senioren dat het ondersteunen van moties en amendementen moet gebeuren voordat ze worden ingediend. En die van GroenLinks is al ingediend. Dus administratief is het niet meer mogelijk om dat nu nog te doen. Met excuses, maar je kunt gewoon volop steunen. Ja? Dan dank u voor uw bijdrage. Dan ga ik naar HAP. Mevrouw Rothuis, gaat u gaan. En mevrouw Denie is inmiddels in de zaal.
Voorzitter, met het coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien Haarlemmermeer nog vers in het geheugen, zijn we gestart om er samen een succesvolle periode van te maken. Onze lokale politieke fractie HAP vindt dat je alleen toekomstbestendig kan groeien als je iedereen laat opbloeien. Dus kansen voor ruimtelijke ontwikkeling en een gezonde leefomgeving. Bestaanszekerheid en perspectief en betaalbare woningen bouwen en toekomstig bestendig betaalbaar houden. Maar daar komen we later op terug. Voorzitter, we willen het eerst hebben over onze financiële situatie. Deze maand ontvingen wij een brief over de gevolgen van de meicirculaire. U beschrijft in deze brief een uitzonderlijk technische uitwerking waardoor de verwerking van de consequenties uit deze circulaire langer heeft geduurd. De laatste alinea van deze brief verwijst naar de meicirculaire 2022, waarbij wij vermoeden dat dit de circulaire van 23 zou moeten zijn. Ondanks deze brief zien wij dat er in de laatste jaarschijven min ontstaat. De fractie van HAP vraagt zich hardop af wat er gebeurt als deze negatieve trend zich zal herhalen in 2027. Wanneer deze genoemde zaken ertoe leiden dat er weer bezuinigd moet gaan worden, is het wat HAP betreft een verdere verschaling van het maatschappelijk middenveld, het minimabeleid en het sociaal domein niet realistisch. Als wij toekomstbestendig willen groeien en bloeien, moeten wij de meest kwetsbaren echt ontzien. Voorzitter, dan even over de ruimtelijke ontwikkeling en een gezonde leefomgeving. Wat mijn fractie deed opbloeien, waren de volgende uitspraken van minister Harbers. Een harde klap, een onvermijdelijke stap, een heel indringend besluit. We zijn klaar met gedogen. Inkrimping van Schiphol is een must. Het kabinet kiest voor het belang van omwonenden. De fractie van HAP is blij dat het kabinet eindelijk ook kiest voor de belangen van omwonenden. En nu moeten ze nog met ons gaan inzien dat de reservering van de parallele Kaagbaan er af mag, moet en kan. Dat doet recht aan de geluiden en inspanningen van de Rijzenhoutenaren, zodat ook Rijzenhout weer kan gaan groeien en opbloeien. Wij horen dan ook graag van het college of en hoe zij zich hard gaan maken om Rijzenhout van het slot te krijgen. Dan, voorzitter, bestaanszekerheid en perspectief. Toekomstbestendig groeien en bloeien gebeurt vooral in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Bad Hoeverdorp als je het onze inwoners vraagt. Voor onze kleinere kernen staat er erg weinig groei en bloei op de planning. Er is amper verjonging in deze kernen en het aantal voorzieningen zoals in Lissebroek, Abbenes, Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt slechter. We zien een groeiend tekort aan huisartsen. We hebben geen nachtapotheek in Haarlemmermeer en zijn voor bepaalde zorg echt afhankelijk van het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid. Een plek die niet bereikbaar is voor ouderen en zeker uit de kleine dorpen en kernen. Zouden wij met de ambitie om te groeien naar 200.000 inwoners hier niet ook eens kritisch naar moeten kijken? Door de verschraling van het OV kunnen onze inwoners steeds lastiger met het openbaar vervoer naar de plaatsen waar wel voorzieningen of voldoende voorzieningen zijn. En denk hierbij aan boodschappen of een bezoek aan een zorgverlener. Bereikbaarheid van de kleine kernen met het openbaar vervoer moet dan ook een speerpunt zijn van ons college. Daarnaast weten we allemaal dat de wereld om ons heen razendsnel verandert. En dat levert onze samenleving enorme uitdagingen op. De onzekerheden worden in de sneltreinvaart groter en beïnvloeden onze hele samenleving. Recent werden wij nog lokaal verrast met de uitbreiding van een punt van de voedselbank in Vijfhuizen. Maar waar eindigt dit? Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de bestaanszekerheid te garanderen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving? Als raad hebben we een verantwoordelijkheid voor alle inwoners. Dus moeten we echt ervoor zorgen dat niemand meer tussen wal en schip valt. HAP is wel blij dat het coalitieakkoord voorziet in het handhaven van het huidige minimabeleid. Maar is dat voldoende? Want wij zien steeds vaker dat niet alleen mensen met een minimuminkomen, maar ook mensen met een middeninkomen in de financiële problemen komen. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers maken het ook voor hen heel lastig. Alle signalen waarschuwen ons dat de financiële problemen onverkort zullen leiden tot meer armoede en sociale uitsluiting. Niet meedoen heeft een negatief effect op mentaal welzijn, gedrag, gezondheid, schoolprestaties en vergroot de kans op armoede ook in de toekomst. Een goede aanpak van deze schulden is dus cruciaal en noodzakelijk in huishoudens met een penibele financiële situatie. En wat HAP betreft is bestaanszekerheid gegarandeerd voor de meest kwetsbaren in Haarlemmermeer. Mijn fractie constateert wel dat we binnen onze gemeente al veel doen om de schuldhulpverlening te verbeteren door het inzetten op vroegsignalering.
Maar toch komt de menselijke maat hiervoor steeds meer in het gedrang door de druk op de ambtelijke organisatie. En ook binnen andere organisaties zien wij het gebeuren en vinden er steeds minder bezoeken aan huis plaats, ook door woningbouwverenigingen. Kan het college aangeven op welke manier zij gebruik maakt van innovatieve methodes om deze doelgroep beter te bereiken en de menselijke maat hierin in zoveel mogelijk in ere te herstellen? Wij willen het college er ook op attenderen dat de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid een waarborgfonds van 30 miljoen heeft gereserveerd voor een brede schuldenaanpak om het voorkomen van schulden. Met het fonds wordt het steeds makkelijker om saneringskredieten in te zetten waar nodig. De fractie van HAP hoort graag van het college of zij gebruik gaat maken van deze mogelijkheid, zoals bedoeld door de staatssecretaris. Het perspectief voor mensen met een afstandsbeperking tot de arbeidsmarkt vraagt ons, wat ons betreft ook de aandacht. Uit evaluatie van de wet banenafspraak vanuit de overheid blijkt dat juist in de overheidssector meer mensen aan het werk gezet zouden kunnen worden vanuit het doelgroepenregister. De fractie van HAP vindt dat de overheid een voorbeeldfunctie moet vervullen met het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voorzitter. Mijn fractie denkt ook aan de jongere generaties. Er is genoeg werk voor echte vakmensen. En hoe gaan wij de ambachten als timmerman, loodgieter en bakker, die ook hard nodig zijn, weer aantrekkelijk maken? Als laatste, betaalbare woningen bouwen en toekomstbestendig betaalbaar houden. We hebben het in deze raad al heel vaak gehad over de wooncrisis. Mijn fractie constateert dat de hele raad wil meedenken en meedoen om het woningprobleem op te lossen. Alleen vragen wij ons af hoe we gezamenlijke kaders kunnen meegeven aan het college voor die oplossingen. Daarom dient HAP vandaag twee amendementen in op de SAR. De eerste gaat over de nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties voor 2024. De tweede gaat over een actueel woonbeleid en de realisatie van standplaatsen voor woonwagenbewoners. Een groep inwoners die al heel erg lang van het kastje naar de muur wordt gestuurd. We weten dat PvdA een sessie hiervoor heeft aangevraagd. En wij horen dan ook graag wanneer deze op de planning staat. En we willen vragen of er vooraf een informatieve sessie kan worden gehouden, zodat wij als raad beter kunnen begrijpen waar we als gemeente nu al zo lang tegenaan lopen als het gaat om dit onderwerp. En daarbij wil ik ook graag aangeven dat Forza, D66 en GroenLinks deze motie mede indienen. Ik ga afsluiten, voorzitter. De moraal van ons verhaal. Wij zullen iedereen in Haarlemmermeer een gelijke kans moeten geven als wij als gemeente toekomstbestendig willen groeien en bloeien. Zodat iedereen in Haarlemmermeer kan opbloeien. Dank u wel. Dank u wel. U heeft amendement 6 en 7 ingediend. Dank. Dan ga ik naar de PvdA. Meneer Sidali. Dank u wel, voorzitter. Voordat ik begin met het betoog, ik wil even bij stilstaan dat we hier vandaag de democratie vieren. En feest van de democratie is altijd weer op een donderdag en vandaag extra. En het is maar goed ook dat we daarvan bewust zijn met elkaar, want niet overal is het vanzelfsprekend dat je de democratie viert. Morgen ook een mooie dag waarin we samen de afschaffing van slavernij gaan vieren. En zo zijn er veel meer dagen die we samen vieren met elkaar. En daar vind ik toch wel dat we dat met elkaar moeten vaststellen. Alleen de manier hoe we tot bepaalde dingen komen, die zijn verschillend. Maar we zijn het allemaal met elkaar eens. Wij doen het voor onze samenleving, voor onze Haarlemmermeerders. En dat is de gemeenschappelijke delen die we hebben. En dank ook zij de democratie. Voorzitter, de eerste algemene beschouwingen van deze nieuwe raadsperiode zijn radicaal anders dan de laatste algemene beschouwingen van vorige raadsperiode. 180 graden om. Een jaar geleden zaten we aan het eind van de derde golf in de coronapandemie en de toekomst was toen nog ongewis. Op 23 maart, nog maar 3 maanden geleden, namen we afscheid van alle coronamaatregelen en gingen we elkaar fysiek ontmoeten.
soms wel op 50 centimeter afstand. 180 graden om. Al weten we niet voor hoe lang. Wat we wel weten, voorzitter, is dat het financieel meerjarenbeeld ook 180 graden om is. Vette zwarte cijfers, hoor ik mijn zoon zeggen. Dat heeft hij geleerd bij bedrijfseconomie. Nou ja, dat vette niet, maar dat zwarte cijfers wel. En als ze dan echt heel erg goed zijn, dan heeft hij het over vette zwarte cijfers. Voorzitter, vorig jaar nog een oplopend tekort naar ruim 16,5 miljoen in 2025. Dit jaar laat 2025 een positief saldo zien van 19 miljoen. Een verschil van maar liefst 35 miljoen euro. En dan heb ik er nog niet eens de meicirculaire bijgerekend. En ik hoor dat stemmetje van mijn zoon dan weer terug. Wow, yo, pap, ik zou het wel weten. En ja, wij weten het eigenlijk ook wel. Alleen bij het debat over het coalitieakkoord vroeg de Partij van de Arbeid waarom een aantal moties niet worden uitgevoerd. Verschillende moties van coalitiepartijen, CDA, HAP en toen ook nog de Partij van de Arbeid, werden toen nog door oppositiepartijen D66 en anderen ondersteund. Raadsbreed vonden we dat we bij goed weer eerst de bezuinigingen in het maatschappelijk middenveld zouden moeten verzachten. Voorzitter, de PvdA zal trachten om met moties deze voorjaarsrapportage nota beleidsrijker te maken. We zien de urgentie om de ongenode gast genaamd inflatie tegen te gaan. Het Rijk doet iets, maar niet genoeg. Teleurstellend is het dat het college van BMW drie keer niets doet. De Partij van de Arbeid stelt voor om in ieder geval de bezuinigingen met 4 miljoen te verzachten, nu de meicirculaire een nog positiever meerjarenbeeld geeft. 4 miljoen structureel, waarvan 3 miljoen voor het sociaal domein en voor maatschappelijke organisaties met een kleine subsidie die met vrijwilligerswerk veel werk verrichten. Met name op welzijn, voorzitter, zullen onze inwoners het gaan voelen. Denk aan de toeslagenaffaire. Denk aan de energierekeningen. Mensen vragen zich af, wat nu? Dan is het niet verstandig om te bezuinigen op sociaal raadslieden, die altijd een antwoord hebben voor inwoners met complexe vragen. We dienen hierover dan ook een motie in. Motie behoud sociaal raadslieden. Voorzitter, ook met een steeds groter wordend deel van onze jongeren gaat het niet goed. Een kwart van de jongeren tussen de 12 en 15 jaar in Haarlemmermeer heeft suïcidale neigingen. Suïcidale neigingen tussen de 12 en 15 jaar, een kwart. Voorzitter, wij gaan over het welzijn van onze jongeren. En daarom dient de Partij van de Arbeid samen met BVNL een motie in om niet te bezuinigen op het ambulante jongerenwerk. We hebben ze nu meer dan nodig. Ambulante jongerenwerkers wachten niet op jongeren, maar gaan op jongeren af. Ze hebben er een neus voor. Ze begeleiden, ondersteunen en geven de juiste doorverwijzing. We hebben de afgelopen tijd als raadsleden een bezoek mogen brengen aan Meerwaarde en haar jongerenwerkers. En ik heb ze allemaal voorbij zien komen op social media, hoe blij en hoe goed we hun werk zien. En daarvoor ook deze motie, om dat te behouden. De Partij van de Arbeid, voorzitter, vraagt aandacht voor de volgende onderwerpen. Er dreigt een enorme verschraling van het openbaar vervoer met grote negatieve maatschappelijke consequenties. De motie van het PvdA Tweede Kamerlid Habtamoet de Hoop om de beschikbaarheidsvergoeding na dit jaar intact te houden is door coalitiepartijen in Den Haag verworpen. Goed te zien dat onze portefeuillehouder vervoer zich samen met de Raad zorgen maakt. En dat is echt heel goed om te zien, want we hebben hier een portefeuillehouder die kijkt naar wat we nodig hebben in Haarlemmermeer. Maar wat betekent de verschraling voor Haarlemmermeer? Welke oplossingen zijn er om de kleine kernen bereikbaar te houden met het openbaar vervoer? Graag een reactie van het college. We hebben begrepen dat de verschraling soms wel eens met 30% naar beneden gaat. Dus wij vragen ons af, welke oplossingen kun je hiervoor bieden?
Voorzitter, we constateren dat de armoede toeneemt. Dat doen wij niet, maar dat doet het CBS. Uit de cijfers van de Voedselbank blijkt dat meer mensen gebruik zijn gaan maken van hun dienstverlening. Dat betekent dat er veel mensen in armoede leven dan we weten. En wat betreft de PvdA tijd voor actie. We hebben allemaal meegekregen wat plangroep allemaal betekend heeft. Er komt een nieuwe aanbesteding. En voor de nieuwe portefeuillehouder werk en inkomen de kans om hier werk van te maken. Graag zouden we een analyse willen waarom mensen buiten de boot vallen en waarom worden ze losgelaten. Kan de wethouder toezeggen met een analyse te komen. Tot slot onze motie over street art. De Partij van de Arbeid hecht veel waarde aan prettige leefomgeving. De kunstvorm is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Street art kan mensen inspireren, het veiligheidsgevoel in de buurt vergroten en het kan toewerken naar een betere kwaliteit van de leefomgeving. Dank je zou wel. Zeggen voor Dank iedereen u wel. Wat wil. Je bent echt heel erg prima, op uw tijd. Helemaal goed bij deze ingediend. Dank dat u wel. Dat heeft u goed gedaan, want ik heb 13, 14 en 15 genoteerd als door u ingediend. Dank u wel. Dan ga ik naar D66, mevrouw Knikker. Dank u wel, voorzitter. Een beleidsarme voorjaarsrapportage dit jaar. Want de plannen van ons coalitieakkoord worden op dit moment uitgewerkt. Bij de programmabegroting in het najaar kunnen we dus eigenlijk pas echt met elkaar in gesprek. Maar een beleidsarme voorjaarsnota neemt niet weg dat er op dit moment veel maatschappelijke vraagstukken terecht onze aandacht vragen. Als het gaat om kansengelijkheid, voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners, het klimaat en de energietransitie. En onze aandacht wordt inmiddels naar zoveel vraagstukken getrokken dat het steeds moeilijker wordt om het overzicht te bewaren. Sla de krant open, scroll door je social media en je ziet ook de toenemende onrust in onze samenleving. In de afgelopen maanden zijn we overspoeld met slecht nieuws. De oorlog in Oekraïne met een grote stroom vluchtelingen als gevolg. De alsmaar stijgende inflatie, waardoor we duurder uit zijn bij het tanken en mensen de energierekening schrikbarend omhoog zien gaan. De tekorten op de arbeidsmarkt met grote rijen op Schiphol als gevolg. Tel daar de tekorten aan de bouwstoffen bij op en je ziet woningbouwplannen in gevaar komen, terwijl we daar juist zo graag willen versnellen. De kosten van onze projecten lopen daardoor ook op. We zien overschrijding van budgetten vaker terugkomen. En intern hebben we te maken met een tekort aan ambtelijke capaciteit, waardoor ook in de eigen organisatie een te hoge werkdruk plaatsvindt en onze plannen en ambities in de knel komen. Deze dagen zijn het de boeren die in het nieuws zijn, die in opstand komen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstreren is een goed en belangrijk grondrecht in Nederland. Maar we zien ook hoe het kan omslaan in agressie en intimidatie richting politici. Dat is onacceptabel. We eisen een andere werkelijkheid, stond er in Trouw deze week. Treffender kan het huidige sentiment misschien niet verwoord worden. Voorzitter, u kent D66 als een realistische en optimistische partij met ook een blik op de toekomst. Het glas is dus half vol wat ons betreft. Want de andere kant van het verhaal is ook de enorme gastvrijheid die we hebben gezien de afgelopen maanden in onze gemeente. Bij het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne. De tomeloze inzet van heel veel vrijwilligers om mensen een veilig onderkomen te geven. Onderwijs voor kinderen te organiseren. En een baan voor de ouders. We zien het werk van onze ondernemers en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Die zich inspannen om kwetsbare inwoners op te vangen en te ondersteunen waar mogelijk. Een energiebank die met kennis en kunde over het verduurzamen van een woning bij onze inwoners thuis komt, zodat die energierekening weer wat lager wordt. We zien de veerkracht van onze economie na de coronacrisis, de bedrijvigheid in onze polder en de vele inspirerende ontmoetingen die de afgelopen maanden gelukkig weer konden plaatsvinden. De samenleving maken we samen. Laten we dus samenwerken aan die brede welvaart van onze gemeente, waar het niet alleen gaat om het vergroten van die financiële koopkracht, maar ook het welzijn van onze inwoners. Want alleen sturen op economische groei heeft een schaduwzijde, een negatief effect op natuur en milieu. We zoeken juist die samenhang op economische groei en kwaliteit van leven. Onze inwoners beoordelen de kwaliteit van hun leven op meer aspecten dan alleen geld. Gezondheid, duurzaamheid, kunst, cultuur, samen vormen zij die brede welvaart. We willen ons ook inzetten om beleid en werkelijkheid in de pas te laten lopen. En dat vraagt om een daadkrachtige houding van ons als gemeente. En een oproep aan onszelf om te blijven praten met en te luisteren naar onze inwoners. Betrokkenheid tonen en vertrouwen verdienen door te laten zien dat we er als gemeente voor ze zijn.
Met het coalitieakkoord laten we zien wat onze visie is op hoe we Haarlem een meer toekomstbestendig laten groeien. Zonder daarbij de zorgen van onze inwoners opzij te schuiven, moeten we ook werk maken van onze plannen. En in die uitvoering laten zien hoe we Haarlem en Meer samen zo'n mooie gemeente maken. En ja, het Rijk heeft steeds meer taken bij ons neergelegd, zonder daarbij de benodigde financiële middelen daaraan vast te plakken. Voorzitter, bij taken horen knaken. Maar Haarlem en Meer staat daarin niet alleen. Alle gemeenten worstelen hiermee. Het eerlijke verhaal is dus ook dat we niet alles kunnen doen wat we zouden willen doen. En dus is er volop lobby naar Den Haag om meer structurele gelden naar de gemeente te krijgen. Laten we hopen dat we straks in het najaar meer zicht hebben op die financiële middelen na 2025, zodat ons huishoudboekje ook de komende jaren op orde blijft. Voorzitter, voor D66 is het vertrouwen in de politiek juist nu zo belangrijk. En onze democratie, ik hoor het collega van de PvdA ook zeggen, is heel belangrijk. Maar het is geen vanzelfsprekendheid, zoals we aan de grenzen van Europa op dit moment ook zien. Madeleine Albright verwoordde het in haar leven treffend. Hoewel democratie op de lange termijn de meest stabiele regeringsvorm is, is ze op de korte termijn een van de meest fragiele. En ook als lokale overheid moeten we dus aan de slag. En wat kunnen we dan doen om dat vertrouwen te verdienen? Door het goede voorbeeld te geven en ook werk te maken van onze eigen open bestuurscultuur. We dienen vandaag dan ook met meerdere partijen de motie Raad aan Zet in. We hebben ook goed geluisterd naar onze collega's bij de presentatie van het coalitieakkoord en het signaal dat zij hiermee afgaven. We voegen hierbij daad bij woord en laten zien dat we transparantie en openheid belangrijk vinden. Voorzitter, rep deze voorjaarsrapportage nog minimaal over het uitvoeren van het klimaatakkoord en de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor de energietransitie. Wij verwachten dat we daar in het najaar meer nadruk op zullen leggen met de specifieke uitkeringen die ook van het Rijk naar ons toe zullen komen. En vergeet niet dat we graag iets willen doen aan het verzachten van de bezuinigingen op het maatschappelijk middenveld. Het blijft zuur dat zij opnieuw kunnen lezen dat wij als gemeente zoveel positiever voorstaan op het financieel gebied dan een jaar geleden. Terwijl er zoveel onrust is geweest bij de organisaties die zich met hart en ziel inzetten voor de mensen die hun ondersteuning het hardst nodig hebben. Ten slotte nog een paar praktische punten. Ik hoorde collega Vermeulen van Forza hier ook al over. We gaan 2 ton meer subsidie uitgeven aan het cultuurgebouw om de extra werkgeverslasten te compenseren nu er een nieuw pensioenfonds geldt per 1 juli. Hadden we deze kosten kunnen voorzien bij het initiëren van de fusie? En zijn er ook nog mogelijkheden onderzocht om die aanzienlijk oplopende kosten niet bij ons neer te leggen, maar elders te verkrijgen? Graag een reactie van het college. Dan het flexwonen op de Sarabanden. Dat laat zien dat we een verkeerde inschatting hebben gemaakt destijds met de looptijd. Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? En zijn er nog meer pilots op dit gebied die we kunnen verwachten? De laatste. Bij zorg lezen we dat er voor de komende jaren een stijging is te verwachten in het aantal aanvragen voor jeugdzorg en WMO. Er wordt voorgesteld om contractmanagers aan te stellen. Maar we lezen alleen een financiële dekking daarvoor in 2023. Terwijl de geraamde volumegroei juist een verdubbeling laat zien de komende jaren. Ook daar graag nog een reactie van het college. Tot zover, voorzitter. Klopt het dat u geen motie heeft ingediend? Ja, heel goed. Motie 11. Dank. Naar SRA, de heer Beuzenberg. Ja, het is altijd goed als ik dat zeg. Top. Voorzitter, het is weer zover. Maar voordat ik begin moet ik iets bekennen. Ik ga iets doen wat u nooit had verwacht. Hou vast. Ik ga hier vandaag geen moties indienen. Wel trek ik even mijn stoute broek aan door te zeggen dat wij graag de motie Hoddock zouden willen mede indienen. Maar ja, u bent streng vandaag. Laat ik beginnen met het meerjarenperspectief investeringen. Sociaal rechts Haarlemmermeer kan instemmen met de investeringen die nieuw zijn opgenomen in dit NPI. Voor de mensen die niet zelf een stuk hebben gelezen, dat gaat onder andere over een doorfietsroute van Haarlem naar Amsterdam en de vernieuwing van de openbare ruimte. Dit zijn ook beide punten waar Sociaal Rechts Haarlemmermeer blij mee is dat er aandacht voor is. Met absurde brandstofprijzen van tegenwoordig is een mooie fietsroute geen overbodige luxe. Ook is SRA blijgezind dat de projecten van de openbare ruimte uitgevoerd zullen worden in de periode 2022-2024. Dit was ook broodnodig voor sommige delen van onze gemeente. Hopelijk wordt nu ook gewoon het maaiafval in één keer opgeruimd en blijft dat niet op straat liggen. Dan een pijnpunt in de ogen van vele inwoners, van zowel Haarlemmermeer als van Amsterdam.
Voorzitter, u raadt het al, de Slotenbrug. Verkeersveiligheid staat wat SRH betreft altijd op nummer 1. Wij kijken dan ook gespannen uit naar welke alternatieven zullen komen over deze brug. En natuurlijk zonder dat de verkeersveiligheid in het geding komt. Het laatste punt uit dit raadsvoorstel wat ik wil benoemen is het UPM, ook wel uitvoeringsprogramma mobiliteit. De inwoners vrijheid van bewegen geven is voor SRH topprioriteit. Net zoals de keuze om te kiezen voor de elektrische fiets of de diesel uit 1995. Ik hoop dat ik geen boze buren heb gemaakt daar. Voorzitter, dan kom ik bij het meerjarenbeeld. Daar zien wij een stijgende lijn in de uitgangspositie. Maar voorzitter, te vroeg juichen is nooit een optie. Dat beeld dat wordt ook bevestigd als we kijken naar de tabel in 2026. Daar daalt het weer. Het volgende punt wat SRA nauwlettend in de gaten houdt, is misschien wel het belangrijkste punt voor inwoners van Haarlemmermeer, sterker nog van heel Nederland. Namelijk woningbouw. Het grijpt iedereen aan, iedereen is ermee bezig en iedereen vindt er wat van. Voorzitter, het is al zo vaak gezegd, maar deze woningen zijn broodnodig. Sociaal rechts Haarlemmermeer staat open voor verschillende woonvormen. En dan ga ik van de gelegenheid gebruik maken dat ik eerder ben. Even kijken. Bijvoorbeeld tiny houses. U mag wel raden wie ik helemaal jolig heb gemaakt vandaag. Voorzitter, ik ben ook blij met de kritische technische vraag van GroenLinks. Mijn klomp is gebarsten, want gebroken is wel heel overdreven. Is het college zich nu al aan het indekken dat als verschillende factoren een beetje tegenzitten, de o zo ambitieuze uitspraak van 3000 woningen niet gehaald gaat worden, omdat het zachte plannen zijn? Voorzitter, hebben we dan nu al een kat in de zak gekocht? Sociaal rechts Haarlemmermeer hoopt dat de zachte plannen tot uitvoering worden gebracht. Want anders hebben de inwoners van Haarlemmermeer een nog groter probleem dan dat ze nu al hebben met het zoeken van een woning. Het laatste punt waar SRH wat over wil zeggen is de maatschappelijke ontwikkeling. Structureel 308.000 euro per jaar besparen door een deal met de Belastingdienst. Laat het geld ook terugkomen naar de maatschappij en niet naar de algemene reserve. Leg bijvoorbeeld trapveldjes aan, speeltuinen of zet een lifeguard neer bij recreatieplassen met mooi weer. Maar in een tijd waar het internet het nieuwe leven is, niemand meer zonder telefoon kan en buitenspelen is vervangen door gamen. Voorzitter, dan moeten wij er zijn voor onze jeugd. Wij moeten de jeugd uit Haarlemmermeer een kans geven lekker buiten te kunnen spelen en kind te kunnen zijn. Voorzitter, daar wil ik het bij laten. Dank u wel. Dank u wel. En u ervaart me misschien als streng, maar ik voer slechts uit wat de senioren het presidium hebben vastgesteld. En dat is deze lijn. En dat is ook vanwege het feit dat het administratief anders heel erg lastig wordt. Ondertussen is aangeschoven de heer Van der Peet en hij spreekt namens het CDA. Dank u wel, voorzitter. Hoewel het vandaag vooral gaat over de financiële stand van onze gemeente, willen wij het eerst hebben over zaken die niet in tabellen zijn te vangen. Want we leven in vreemde tijden. Het aantal crisissen is inmiddels niet meer op één hand te tellen. En de gevolgen zijn gigantisch. Voor veel mensen zijn dagelijkse zekerheden in een oogwenk veranderd in onzekerheid. Voor veel de donkere wolken of zelfs een gitzwarte werkelijkheid. Miljoenen mensen zijn op de vlucht vanwege de oorlog in Oekraïne en worden overal in Europa opgevangen, ook in Haarlemmermeer. Ondertussen staat het water bij steeds meer mensen aan de lippen door de enorme prijsstijgingen. En hebben we te maken met een boerenopstand als gevolg van een veelbesproken en eenzijdige stikstofkaart. Desondanks moeten we positief blijven en samen door deze moeilijke tijd heen komen. Omzien naar elkaar is belangrijker dan ooit. Haarlemmermeer heeft laten zien dat de saamhorigheid groot is. Na de start van de oorlog in Oekraïne zijn veel initiatieven gestart om spullen en geld in te zamelen en vluchtelingen op te vangen. Tegen die warmte kan geen gasprijs op. Het CDA is er trots op dat we in Haarlemmermeer de ogen niet sluiten, maar de helpende hand uitsteken. Wij verwachten dat de gemeente dit ook blijft doen, richting inwoners en ondernemers die het mentaal en financieel niet meer kunnen bolwerken. We zijn blij dat de ondersteunende regelingen hier snel en ruimhartig worden toegepast. Wij roepen het college op om dit ook te blijven doen, zodat we met elkaar erger kunnen voorkomen. Blijf het sociale gezicht tonen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt ook kansen om meer mensen naar betaald werk te begeleiden, via bijvoorbeeld regionaal werkcentrum. Dit is en blijft de beste manier om de personeelstekorten tegen te gaan, inclusiviteit te bevorderen door meer mensen mee te laten doen. Als we kijken naar de financiële stand van zaken is duidelijk wat de invloed is van het rijksbijdrage. Vorig jaar hadden we het in deze tijd met elkaar over forse economische tegenwind en donkere wolken. De heer Sidali noemde de getallen al. Is dat nu strak blauw met een zonnetje? Nee, dat zeker niet. Maar we kunnen wel vaststellen dat de situatie sterk verbeterd is. En voor het CDA is het uitermate frustrerend dat het Rijk niet eerder over de brug is gekomen met die gelden. En we zien dat nu weer.
Want we hebben nu extra gelden gekregen, maar alleen tot en met de periode van 2025. In 2026 dreigen we weer in het ravijn te vallen. Op deze manier wordt het gemeente bijna onmogelijk gemaakt om een solide meerjarenbegroting op te stellen. Wij ondersteunen de oproep van de VEG dan ook volledig om dit structureel te gaan oplossen. Spijt me, gaat u verder. Moeten we dan alle ombuigingen gaan terugdraaien? Nee, wat het CDA betreft is dat niet verstandig. We moeten echter wel pijn gaan verzachten van de maatregelen die een grote maatschappelijke impact hebben. Dit hebben we vorig jaar ook uitvoerig bepleit en afgesproken in het coalitieakkoord. Het college heeft nu de opdracht om een voorstel uit te werken en zorgvuldig te bekijken waar verzachtingen de grootste maatschappelijke effect hebben. Doordat we te maken hebben met een beleidsarme voorjaarsrapportage, wordt de financiële ruimte die is ontstaan niet ingevuld. Dat gaat pas gebeuren bij het verwerken van het coalitieakkoord en zullen wij zien in de programmabegroting. Toch willen we een aantal zaken kort belichten. De gevolgen van de Oekraïne-crisis zijn logischerwijs nog niet verwerkt, maar ze kunnen wel grote impact hebben. We zien de mogelijke gevolgen van de extreme prijsstijgingen en inflatie echter niet terug in de risicoparagraaf. Het bedrag van 2 miljoen voor de gevolgen van inflatie, prijsstijgingen, die wel is opgenomen, lijkt ons bij lange... de Raad de komende tijd goed te blijven informeren over de ontwikkelingen op dit gebied. We zien verder een aantal forse stijgingen van kostenposten door autonome ontwikkelingen. De extra kosten voor de omgevingsdienst, de herberekening van bijdrage voor onderhoud van riolering en een aantal andere posten leiden gewoon tot een structureel hogere kosten van 3,5 tot 5 miljoen. Dit soort verrassingen moeten we in de toekomst echt zien te voorkomen. Voorzitter, dat het piept en kraakt in deze organisatie is geen verrassing meer. Corona heeft dit alleen maar versterkt. Niet alleen onze ambtenaren staan onder grote druk, de dienstverlening ook. We zijn als echte CDA'ers heel erg begripvol, maar toch vinden we het onbegrijpelijk dat een aantal elementaire zaken op dit moment niet op orde is. Het aanvragen van een rijbewijs, het verlengen van je paspoort. Inwoners moeten weken wachten voordat ze een afspraak kunnen maken. Een goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers is niet alleen een visitekaartje voor de gemeente. Het vormt ook de basis voor het draagvlak van alles wat we hier in het raadhuis besluiten of bedenken. We willen het kerstverse college dan ook oproepen deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Desnoods moeten worden geprioriteerd, maar dit is Haarlem meer onwaardig. Tot slot, de kans is groot dat dit debat vandaag een herhaling van zetten gaat worden van 2 weken geleden. We kijken in ieder geval uit naar de uitwerking van het coalitieakkoord en hebben het volste vertrouwen in dat nieuwe college de komende jaren ervoor gaat zorgen dat Haarlem meer, hoe kan het ook anders, toekomstbestendig gaat groeien. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Amendement nummer 5 is... Precies, amendement nummer 5 dienen wij nog in en wij willen het graag hebben over het nieuwe raadhuis. Want we zien daar in de voorjaarsrapportage ook weer een aantal posten, stijgende posten, in terugkomen. Het lijkt ons goed om daar weer over geïnformeerd te worden. Dan is u bij deze ingediend. Dank u wel. Ga ik naar de ChristenUnie. Mevrouw Hup. SGP, ChristenUnie, SGP. Dank u wel. Geachte voorzitter, vandaag behandelen wij de voorjaarsnota. En wat onze fractie ChristenUnie-SGP betreft zijn de vooruitzichten erg goed. Ga maar na. Voor dit jaar wordt een plus van 3,5 miljoen verwacht. Voor volgend jaar ruim 4 miljoen. Dan zelfs in 2024 13 miljoen. Om nog even te gaan kijken naar 2025 komen we op om en nabij 19 miljoen euro. Afsluitend in 2026 ruim 6 miljoen. En in die jaren hebben we zelfs ook al per jaar 2 miljoen in het potje schaalsprong gestopt. En dan hebben we ook nog uitzicht op een plus van 13 miljoen aan afrekeningen uit de coronacrisis. Dus wat onze fractie betreft, het geld klotst tegen de plinten. Maar wacht even. Het college schetst ook donkere wolken. Of liever gezegd, kansen op slecht weer. Er is namelijk nog weinig zeker aan. 1. Zullen we negatieve effecten zien van de oorlog in Oekraïne? We weten het niet. 2. Zal het kabinet echt zoveel kort op het gemeentefonds als nu in het vooruitzicht is gesteld en overigens al in de cijfers van 2026 is verwerkt? Wij vragen het ons echt af. De VNG zal zich er in ieder geval met hand en tand tegen verzetten. 3. Zal het kabinet de gemeente op het gebied van bijvoorbeeld jeugdzorg gaan korten, waar de gemeente zich al uiterst inspannen om deze uitgaven onder controle te krijgen?
Als laatste punt, voorzitter, 4. Gaat het kabinet de gemeente ook nog opzadelen met extra lasten met betrekking tot de energietransitie? Wat ons dus nog een raadsel en geheel onzeker. Het kan er dus bij onze fractie niet in dat al die negatieve wendingen allemaal zouden moeten gaan plaatsvinden de komende raadsperiode. Kortom, naar ons idee kunnen we dus minimaal van de huidige vooruitzichten uitgaan. Als je dan ziet dat 2021 13 miljoen beter uitpakte dan ons in december van dat jaar werd voorgehouden, dan hebben we er alle vertrouwen in dat we best wel een aantal zaken kunnen gaan aanpakken. Zoals bijvoorbeeld extra personeel waar dat echt nodig is. En het terugdraaien van in ieder geval de bezuinigingen met een groot maatschappelijk effect. In een tijd waar de financiële klappen in de gehele maatschappij vallen, moeten we zorgen dat met name de lage inkomens, en dat zijn niet alleen de minima, beste raadsleden, nog wel mee kunnen doen op het gebied van sport. En dat het welzijn van grote groepen, zoals jongeren en andere kwetsbare groepen, echt gewaarborgd zijn. En dus ook is. We komen dan ook met een motie, nu bekend als MO16. Motie schrappen bezuinigingen met groot maatschappelijk effect. Het betreft dus een motie over de bezuinigingen met groot maatschappelijk effect. De titel zegt het al. We zouden heel graag willen dat alle bezuinigingen in het beleidsveld maatschappelijke ontwikkeling met het label maatschappelijk effect hoog te schrappen. Beste collega's, ik hoop op brede steun. Zo niet, dan zijn we uiteraard benieuwd naar de standpunten van onze raadscollega's en ga ik daar graag verder over in gesprek tijdens het vrije debat. Heel erg dankbaar dat GroenLinks net aangaf om ook mede in te nemen. Dank daarvoor. Maar ook dat we al eerder vandaag één Haarlemmermeer, Gezond Haarlemmermeer en PvdA, ik ook hun kon mee of zo onderschrijven als mede-indieners. Ik ben een hoopvolle realist, dus ik hoop dat wij dergelijke bezuinigingen dit jaar kunnen gaan ombuigen met z'n allen. En dat we een mooie maatschappelijke toekomstbestendig Haarlemmermeer kunnen gaan realiseren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar mevrouw Antolini namens Forum voor Democratie. En motie M16 is ingediend. Dank u, voorzitter. Vandaag de dag hebben we te maken met een ongekend laag vertrouwen in de politiek. En wat FVD betreft doet de overheid er ook alles aan om dit vertrouwen zo laag mogelijk te houden. Haarlemmermeer wordt overspoeld met arbeidsmigranten, statushouders en vluchtelingen, waaronder Oekraïners. Onze stadskernen worden onherkenbaar gemaakt en de sociale cohesie wordt ondermijnd. Loop door een winkelstraat in het centrum van Hoofddorp en de kans is groot dat je meer niet-Nederlands dan Nederlands hoort spreken. Het gevoel van thuis is hier ver te zoeken. Deze mensen hebben natuurlijk allemaal woningen nodig en de gemeente heeft dan ook grootse plannen voor het bouwen van huizen. Maar voor wie bouwen we eigenlijk? Bouwen we voor de Haarlemmermeerder of bouwen we voor de hele wereld? We zijn aan het dweilen met de kraan open en voor de Haarlemmermeerder schiet het allemaal niet op. Verder is er nog de groene revolutie. Iedereen moet van het gas af terwijl het elektriciteitsnet hier niet klaar voor is. Hierdoor moeten overal aggregaten en accu's worden geplaatst om te kunnen voorzien in stroom. Dit probleem zal alleen nog maar verergeren aangezien men ook van plan is om bijvoorbeeld vanaf 2025 de zakelijke leasemarkt verplicht over te laten stappen op elektrische auto's. Ondanks het overvolle stroomnet en het gebrek aan laadpalen. De energietransitie is kortom compleet onhaalbaar. Bovendien dreigen landelijk onze boeren, de laatste vertegenwoordigers van het provinciale leven, te worden onteigend, waardoor alleen de liberale randstedeling over kan blijven. Nederland moet en zal een grote stadstaat worden. Ook in de Haarlemmermeer zullen boeren moeten wijken voor de realisatie van het enorme park 21 van 1000 hectare. In plaats van deze boeren zal landbouw, ontspanning en educatie komen. Het samenbrengen van stad en platteland, inwoners en agrariërs. Wij vernietigen dus zelf het authentieke boerenleven om vervolgens deze oude verloren levenswijze aan onze kinderen te laten zien. Zulke tentoonstellingen hebben meer weg van een herdenking dan van educatie. Dit overwegende zullen wij van Forum voor Democratie de motie over de boeren van BVNL mede indienen om de boeren te beschermen. Afsluitend, wat betreft de motie van Forza met betrekking tot het splitsen van woningen,
Wij zien een mogelijkheid in het versoepelen van regelgeving als het gaat om inwoners die graag hun grote woning willen splitsen om de woningvoorraad voor de eigen inwoners te verhogen. Hierdoor zal het welzijn van bijvoorbeeld weduwe of zorgbehoevende vergroot worden. Daarom zullen wij deze motie mede indienen. En uiteraard zullen wij ook de motie van Vartsa om de hondenbelasting af te schaffen mede indienen. Hondenbezitters horen niet gestraft te worden. Honden zijn immers goed tegen vereenzaming en laten mensen gezonder leven. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Meijer namens Belang van Nederland. Dank, voorzitter. De afgelopen dagen waren wij met een delegatie naar het VNG-congres. En het meeste wat je daar hoorde was de term stikstofbeleid. Normaal wordt zo'n congres geopend door een staatssecretaris of door een koning of door iemand anders. Dit congres werd geopend door een boze agrariër. Die had het podium gekregen om zijn verhaal te houden. En was erg emotioneel en terecht. Ik sprak een wethouder uit het oosten van het land, van CDA-huizen, en die zei, ik kan dat niet meer verkopen. Hij zegt, ik woon in hetzelfde dorp waar deze agrariër ook vandaan komt. Ja, hij zegt, ja, die man weet het niet meer. Hij is mijn beste man, is 32 en zijn boerderij wordt straks afgepakt. Voorzitter, we zien momenteel protestacties van de boeren. Het college heeft al een duikende houding aangenomen. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen het stikstofbeleid voor de Haarlemmeerse boeren precies gaat hebben. BVNL Haarlemmermeer kan zich echter goed voorstellen wat deze onbetrouwbare overheid voor de boerenfamilies betekent. En daarom komen we ook met de volgende motie die ik samen met Forum voor Democratie in ga dienen. En die motie heet Boeren, motie Boeren. Ik dien het dus ook in bij deze. In navolging van het college in de gemeente Rijzen-Holten stellen wij voor dat ons gemeentebestuur steun uitspreekt aan de boeren en aan alle boeren. Het college in Rijzen-Holten, waarin plaats hebben VVD, CDA, SGP en de ChristenUnie, heeft uitgesproken tegen de huidige plannen te zijn en zich sterk te willen maken voor de agrarische sector. De plannen van het kabinet zijn bekend. Ongeacht wat de gevolgen voor Haarlemmermeerse boeren hiervan zijn. Heeft deze raad, ons college, dit gemeentebestuur nu de kans om zich hiertegen uit te spreken en te gaan zoeken naar passende oplossingen zonder alleen de agrarische sector hiervoor verantwoordelijk te stellen. Voorzitter, de fractie van BVNL ziet in het huidige kabinetsbeleid dat ons opzapelt van crisis tot crisis. Het lijkt wel of ze het erom doen. In de kaltstelling van de boeren slechts een begin. Nu zijn het de boeren wiens land, wiens levenswerk, wiens bestaansrecht wordt afgenomen. Maar wie zijn de volgende? Deze hardcore VVD-gemeente heeft in de ogen van BVNL al een voorzetje gegeven met de toepassing van de wet voorkeursrecht gemeenten in Gravenvis en Stationskwartier. 300 ondernemers zijn hier niet meer vrij om hun eigen bezit te verhandelen. Wat stelt het ondernemerschap nog voor als de gemeente op de stoel van de ondernemer gaat zitten en voorschrijft met wie een ondernemer mag handelen? Zijn de ondernemers de volgende groep die ons kabinet door deze gemeente gecanceld gaan worden? BVNL wil dat deze vorm van staatsterreur ophoudt en dat in elke gemeente, in ieder geval de gemeente Haarlemmermeer hier niet aan meewerkt. Ik dank u wel. Dank u wel. Motie 2 heeft u ingediend. Dan ga ik naar 1 Haarlemmermeer. De heer Spijker. Voorzitter, ook al ziet het financiële meerjarenbeleid tot 2025 er redelijk goed uit, toch zitten we in redelijk onrustige tijden. Personeelstekorten, stijgende prijzen en een remmende economie. Ik heb het al vandaag meer gehoord. Dus voorzitter, we moeten beter samenwerken. Niet alleen als raad, maar ook met onze inwoners
en onze ondernemers. Dan even naar de algemene beschouwingen. Over wonen. Wij vragen hier de aandacht voor ouderen. Als ouderen niet kunnen verhuizen, komt er ook geen doorstroming. Ouderen willen graag blijven wonen in hun eigen buurt vanwege hun sociale netwerk en de relatief lage woonlasten. Dus een betaalbare huur, /koopwoning in de buurt is natuurlijk wel een oplossing. Een optie is dus de ontwikkeling van kleinere en betaalbare woningen voor deze doelgroep. En dat bedoel ik ook in Haarlemmermeer-Noord, onder andere. Dan stikstof. De onrust met alle stikstof- en CO2-problemen is een rem op de geplande bouwplannen. Ik heb het niet over landbouw, ik heb het over bouwplannen. Dus 1 Haarlemmermeer dient haar motie. Emissieloos bouwverkeer is er juist naar meer woningen in. Hierbij. Graag in de tweede ronde zal ik het u uitleggen. Voorzitter, u geeft aan dat de jeugdwet en de WMO duurder kan uitvallen. Beide zijn open einde regelingen. Toen ik het las, kreeg ik helemaal opstaande haren in mijn nek, populair gezegd. Dus laten we als raad de doelen en prioriteiten van dit beleid concreet vaststellen met duidelijke kaders. Dan Schiphol. Minder vluchten op Schiphol. Omdat er de nieuwe eisen de opening van helaas van Lelystad Airport onmogelijk maakt. En opties bij andere luchthavens zoals Rotterdam en Eindhoven gelimiteerd zijn, ziet 1 Haarlemmermeer als oplossing. Pak die korte vlucht aan. Dat snap ik niet dat wij dat als gemeente kunnen doen, maar je kunt het natuurlijk wel met de regering doen. En stimuleer reizen via trein. Maar export en luchtvracht hebben een grote economische waarde voor onze gemeente. Aan de andere kant is geluidsoverlast en gezondheid net zo belangrijk voor onze bewoners. Dan klimaat en energie. Voorzitter, uw focus ligt op windmolens en zwarte zonneakkers. Maar er is nog een belangrijker feit. Wat doen we als inwoners met al die overtollige energie? Terugleveren? Of kunnen we denken aan opslag in batterijen per wijk? En daar wil ik straks wel een reactie hebben. En iets anders, kijk ook nog eens naar de successen van een gemeente met het gebruik van waterstof. Dan heb ik nog even de financiële beschouwingen. Onderhoud openbare ruimte. Jarenlang was dit een sluippost in uw begroting. Maar nu voorziet u in uw budget een stijging van 1,1 miljoen per jaar. Maar is dit wel voldoende? Hey, voor ons mag dat echt meer zijn. Dan nog even een korte visie op die besparingen. Beperking kosten van de jeugdzorg met jaarlijks €850.000 is redelijk groot. Maar voorzitter, snijdt u in onlogische projecten of creëert u straks problemen met minder gerichte zorg? Wij hopen echt niet dat dat zo is. Dan topsport versus breedtesport. Ook hier zien wij behoorlijke besparingen. Breedtesport een besparing van €756.000 versus topsport €120.000. De breedtesport treft alle lagen van onze inwoners en dat is geen slimme keuze. Dan zien we ook nog een verzobering in de budget doelgroepactiviteiten. Starten met €30.000 in 2026, nu tot 3 miljoen in 2026. Dit is wel een heel grote besparing. Dat kan toch echt niet, die doelgroepactiviteiten. Dan nog de bouw van het raadhuis. Ik hoor het CDA ook al een hele mooie aanvlieger. Door stijgende bouwkosten, problemen met stikstof, zien wij het raadhuis als een onzekere investering. Voorzitter, ga eens hard snijden in uw wensenlijstje om dit gebouw nog betaalbaar te maken. We willen heel graag met het CDA verder in gesprek in de tweede ronde. Want ik ben er wel heel benieuwd naar. Wie weet hebben we ergens een onverwachte partner gevonden. Dit is onze bijdrage. Dank u wel. Dank u wel. U heeft motie nummer 9 ingediend. En als laatste nodig ik Gezond Haarlemmermeer uit. Een goedemiddag. Welkom. Meneer Schouten is aanwezig. Meneer Sulman, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ons nog steeds erg bevreemdt is dat vandaag de effecten van de decembercirculaire worden besproken. Een half jaar later. Ook bespreken we nu de maartbrief met de uitwerking van het coalitieakkoord Rutte 4. En deze maartbrief geeft alleen indicaties. In de meicirculaire worden beide effecten concreter. Over een paar uur is het alweer juli, maar de meicirculaire gaan we vandaag niet bespreken.
Dit college gaat veel geld investeren om genoeg en gekwalificeerd personeel aan te trekken. Wellicht een optie om die extra menskracht in te zetten op het verwerken van de meicirculaire voor de voorjaarsnota. Maar goed, achterhaalde cijfers dus vandaag. Een goed voorbeeld is de netto schuldquote. Deze was 3/4 jaar geleden gemiddeld 125% over de komende jaren. En in december was dat gemiddeld 96%. Bijna 30 procentpunt minder. En nu in mei is het maar weer gokken, want die cijfers bespreken we vandaag niet. Wat kunnen we of moeten we met cijfers die binnen een paar maanden zo drastisch veranderen? Of moeten we deze cijfers zien als puur informatief? Het is elke keer weer een grote verrassing wat er uit de hoge schuldbeheersingshoed komt. Ziet u een ondernemer al beslissingen nemen op basis van dergelijke oude informatie? Een van de grote oorzaken van de schommelingen is de uitkering uit het gemeentefonds. De VNG is bezig met een oplossing voor deze grote onzekerheid en ons college gaat hier extra aandacht voor vragen in de G40. We moeten onze landelijke collegepartijen ook niet vooral aandacht hiervoor vragen in Den Haag, zodat we als gemeente daadwerkelijk beleid kunnen maken op een juist meerjarenbeeld. We hebben het al eerder gehad over de Nelson Mandela-dreef. De blokkendozen die zijn neergezet aan deze weg en helaas nog steeds geplaatst worden, doen ons diep schamen. Het olifantengras heeft hier plaatsgemaakt voor een verschrikkelijke horizonvervuiling. Maar recent reed ik ook weer eens over de Rijnlanderweg, hier van de raadzaal richting de Nieuwe Bennebroekenweg. En blijkbaar hebben de blokkendozen gejonkt aan dit ooit zo karakteristieke polderlint. Dit deel van de Rijnlanderweg is nu een blokkendozenlint geworden. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat er geen nieuwe vergunningen meer worden uitgegeven voor die verschrikkelijke blokkendozen en echt werk gaan maken van een 400 vierkante meter groene ambitie per woning. Dan kan ik mijn schaamte aan de kant zetten en met trots melden dat deze blokkendozen-epidemie eindelijk gestopt is en we nu voor groen gaan. We horen vaak het argument dat groen veel geld kost en dit klopt deels. Park 21 vergt bijvoorbeeld een grote investering. Maar wat ons betreft mag groen ook geld kosten. Maar kijk ook naar arbeidsextensief en onderhoudsvrij groen. Leg het aan en laat de natuur de rest doen. Eventueel een paar wandelpaden, maar ook dat hoeft niet. Als we de natuur echt kans willen geven en biodiversiteit willen stimuleren, dan moeten we ook durven nadenken over groen dat niet gemaakt is voor mensen, maar puur voor de natuur. Meer groen en minder investeren. Benieuwd of de ouderwetse politiek van links en rechts hiervoor kunnen zijn. En wat betreft natuur en omgeving, Den Haag heeft helaas niet gekozen voor een landelijk vuurwerkverbod. Den Haag laat het dus weer aan de gemeente over. U kent onze redenen voor een vuurwerkverbod, maar wellicht werkt de kracht van herhaling dan toch. Vuurwerk zorgt voor grote milieuschade, veel geluidsoverlast, extreme stress bij dieren, 1300 vuurwerkslachtoffers per jaar, waarvan 80% door legaal vuurwerk en bizarre vernielingen in de openbare ruimte, maar ook steeds vaker bij privébezit. Daarnaast pleit de politie al jaren voor een verbod, omdat dat ervoor zorgt dat de politie ook daadwerkelijk kan handhaven. Wij zullen Den Haag even helpen en dienen bij deze de motie juist lokaal veilig oud en nieuw in, om ervoor te zorgen dat we onze inwoners zoveel als mogelijk beschermen tegen een traditie die over de jaren een kleine groep mensen veel plezier geeft, maar nog veel meer mensen en dieren ontzettend veel ellende. Daarbij voorkomen we ook dat vuurwerktoeristen uit Amsterdam en Haarlem naar onze mooie polder komen om zich hier uit te leven op het vuurwerk. Dan nog een paar opmerkingen over het NPI. We lezen wederom dat bij Groot Vennep in Park 21 een hotelontwikkeling mogelijk is. Is het belachelijke Chinese hotel aan de andere kant van Park 21 niet voorbeeld genoeg om geen hotels meer te willen in een groen gebied? In het coalitieakkoord staat dat het college werk van leegstand gaat maken. Wat ons betreft mag dit hotel hoog op het leegstand aanpaklijstje. Dan als laatste de doorfietsroute F200. Heel goed dat de term snelfietspad hier niet meer gebruikt wordt, maar hier heeft dus geen tijdige besluitvorming plaatsgevonden, waardoor een aanzienlijk deel van de dekking is weggevallen. Nu is een van de ambities van het college om extra gekwalificeerd personeel aan te trekken. Maar misschien hoeft het budget hiervoor niet geheel gebruikt te worden, want bij de F200 had oplettend personeel zichzelf dubbel en dwars terugverdiend. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. En u heeft motie 12 ingediend. En dat brengt ons tot het einde van de eerste termijn. We gaan zo over tot schorsing, maar niet nadat ik u heb meegedeeld dat ik zojuist bericht heb ontvangen dat oud-raadslid Bert Slotboom vandaag is overleden. De leeftijd van 74 jaar. Hij was raadslid voor de VVD van 25 september 2003 tot 16 maart 2006 en van 19 oktober 2006... tot 27 maart 2014. Wensen zijn familie heel veel sterkte. Maar we komen nog uitgebreid hierop terug bij een volgende raadvergadering. Dames en heren, wij schorsen deze vergadering tot 16:45.